Hey, yo boys. Wacht, dat is mijn microfoon indempen. Yo boys. En ja, we gaan dus brandweerdienst in Goesemburg doen. Ik moet mijn 5M-truel opnieuw opstarten. Ik ben net... Ja, wacht even.
Oké. Maar boys, ja, dus kijkers. Het gaat nog even duren, want ik moet de auto's nog opnieuw inspannen. Dus ik ben er zo weer.
Boede. Yo, mensen. Maar goed, ik kan je wel koppelen aan een melding als het goed is. Ja, ik kan je wel koppelen aan meldingen. Wacht, als ik jou nu aan deze melding koppel, dan zie ik jou waarschijnlijk wel bij aanrijdend staan. Ik ga even snel een melding aanmaken, dan koppel ik je even aan. Dan kijk ik even of ik je dan bij aanrijdend zie staan. Melding aanmaken. Even kijken. Diefstal. Ga de melding uitgeven. Erik. Hé, hey, wat is jullie diefstal zijn de postcode ook alweer? 1 seconde. Nee, ik zie jou nu ook niet staan bij onderweg. Aina. Ik weet al waar. Laat maar, ik weet al waar. Kapitaal Boulevard. Ik vind het een beetje raar, want ik zie wel ook heel netjes staan dat je inderdaad gekoppeld bent en zo. Maar je komt niet onder de politie-eenheden te staan. Anders niet. Nee, je kan je wel inmelden als politie, maar ik zie niet je status staan. Wacht, doe eens een spraakcontact, want als ik die wel binnenkrijg, is het op zich prima. Pieke? Ja, of iets anders, je mag ook. Ja, dank je. Ik krijg hem wel binnen, dus ondanks dat ik jou er niet tussen zie staan. Oké, jongens. Dan zou ik zeggen van... praat lekker in-game. En in de Discord is vanaf nu gewoon de radioprotocol. En uit. Yo. Waar zit je op stroom? 31-42, dus leek het radioprotocol. Ja, ik wilde net even zeggen snel dat ik op mijn push talk aanzet. Dat is voornamelijk. Spraak en video push to talk. En dat is dan... De heer Senne, zou u zo vriendelijk willen zijn om uw roepnummer ook in Discord even voor uw naam te zetten? Bij voorbaat dank. Ja, wacht. Doe het. Hier is de profiel bewerken. Hier het OC voor de politie-eenheid en de AC voor de brandweer-eenheid. Dan wil ik beide verzoeken zometeen nog even voor de controle u even opnieuw beschikbaar te melden. Door middel van een spraakaanvraag, aangezien ik niet iedereen kan zien. Daarnaast, nog even iets. Jullie zijn allemaal gewend dat jullie gewoon kunnen roepen Jack. Vanaf nu, spraakaanvraag, ik roep jou. Jij roept niet mij, je doet een spraakaanvraag of een urgent of een noodknop en ik roep jou. Ja, dat is vernomen. U bent status 1 als politie-eenheid op de... motor, over. Op de motor, ja, dat is vernomen. En bij deze genoteerd ook. Mensen in de hele kleine dienst. Zelfs voor u. Maar wat lijkt mijn game vandaag. Kijk naar de motor. Dat ik weet. Zo, zo beter. Hey, wat is dit hier? Doet me niet, wat doet me niet.
31 42 van aangehaald geraakt, spraakcontact geeft een blik. Ik heb zo aangetroffen in de winkel, ligt op de grond. Echt laag. Ik ga nu zo aan de pols voelen. Ja, is er nou maar 31 42 uit. ...17-34-31 van de Zuidvoort AC. Ja. Ja, ik zie dat u nog steeds op uw pols bent, maar ik heb u een minuut geleden gekoppeld aan een prio 1 reanimatiemelding, hoor. Oh, ja. Ja. Ik verzoek om uw GMS even goed in de gaten te blijven houden. Ja, dus moet ik me even speelscherm. ...17-34-31 voor het AC, kom eens uit. Ja, geef plicht. Ja, ik krijg een verzoek vanuit de MKA of u eventueel zou kunnen overschakelen reguliere ambulance, ook aangezien ik heb vernomen dat u inmiddels een les heeft gehad in reanimatie, zo? Ik was net te plaatsen, dan ga ik nu snel naar de ambupost een reguliere ambulance opvragen. Ja, dat is vernomen. U mag voor nu even ingemeld blijven als de 3431 in de GMS. Omdat er even sprake is van spoed, mag u eerst even naar de reanimatie. Op het moment dat u zometeen incidentmeester bent, mag u zich omschakelen, hoor. En heel toevallig komt hier een ambulance aanrijden nu. Weet u niet of jullie het horen op de achtergrond? Heel toevallig rijdt hier nu een ambulance, ik zweer het je. Ja, ik hoor het. En ze stoppen ook echt hier beneden, what the fuck. 1 seconde. Ik moet ook nog eens overschakelen. Fuck. Het wordt eng, man. We zijn een reanimatie in game aan het doen en er rijdt gewoon een ambulance door de straat heen. Sorry, excuus voor de radioprotocol. ...31-42 van de Zuidelijk 2. Even voor mij shit, hè? En ook voor de 34-31 die mij luistert. Positief, Bos is 0, ik kan je ding aansluiten. Ja, dat is vernomen. Heeft de 34-31 dat ook gehoord? Ja, vernomen. Dat is vernomen, beide uit.
Oh. Deliver shot now. Press the orange button now. Shot delivered. Paused. If needed, begin CPR. Terwijl je aan het reanimeren bent, overleg je met Ambu, want de reanimatie mag niet worden gestopt tussendoor. Oké, wat is de stand van de zaken? Pols nog steeds nul, nou ik weet Pols niet. Want ik heb een schokker die levert via de AED. Dus en ik heb net gezegd, wat is je Pols? Mag je gewoon voort in de stand, ik bedoel. Ja. Wacht, dus de lifepack is al aangesloten, hè? Ja, ja, AED. Als jij even de lifepack kan pakken. Ja, ik ga even de lifepack pakken en dan pak ik ook ineens al de medic. Daarna ga ik even de medicpack halen. Ja. Dat is echt. Ho! Oh. Verkeerde. Ik zou wegwezen. Shock advised. Push to shock. Oké. Heb jij reanimatie over? Als het lukt, zou ik nog verder gaan. Even. Zo. Kunt u nog heel eventjes de waardes in doog houden? Ik ga even de medische tas halen. Auw.
Als de switch verkant. Oké, goed maar. Ik ga voor je typen. Wacht, wat? Ik ga nu voor je mijn waardes typen, ja? Ja, top. Ja, dus dit heeft check me allemaal uitgelegd toen jij weg was. Hier weet ik het ook terug normaal saturatie is 86. Dus hartslag, dat is nog te laag. En bloeddruk, dat is normaal. Meneer de agent. Yep. Kunt u eventjes uit mijn medische tas een infuus pakken? Jo. Zo, ik heb hem. Hier. Dank. Oké, haal die brandkade. 1,3 mg adrenaline toe. Ho. Vraagteken. Doe eens Ctrl Shift als je ding helemaal. Ja, maakt niet uit. Ik ga ook eerst mijn computer aanzetten. Wil ik slash doen, maar dan krijg ik steepje. Heb ik nu iets over boven mijn hoofd staan van ME? Bekijkt waardes. Ah, eindelijk. Waar is dat? Ah, is dat. Check patient betekent dat de lifepack die geeft jou aan van je moet de patiënt nu controleren. Want er gaat iets niet goed. Oftewel, de lifepack schiet eigenlijk in alarm. Moet je even, ik geef je een tip, snel pols voelen. Nou, ik kan gewoon de waardes aflezen op de lifepack, hè. Mm-hmm. Ja, dat heb ik net gedaan. Ik ben aan het typen. Hij heeft iets met daals nog. Ja, ik denk Rhea? Ja, reanimatie. Maak een ECG. ECG is een hartfilmpje. Je hebt het vermoeden dat er een hartritmestoornis is. En hoe maak ik dat? Dat is toch met de lifepack, hè? Ja, positief. Dus slash me maakt ECG. Nou, dan ga ik je vertellen dat jij op het hartfilmpje kan jij zien dat er een hartritmestoornis aan de gang is. En dat meneer op dit moment een hartinfarct doormaakt. Een hartinfarct? Een hartinfarct. Hartaanval. Dat is gewoon de ambulance, dat is gewoon de... Maar wat je net al van plan was met het infuus, dat zou ik nu sowieso doorzetten. mg. En nu komt er wel een 3. Wat? Ja, dit is. Als je gewoon Ctrl Shift doet, dan heb je het gewoon een bootje. Ctrl Shift. Stijgt langzaam naar de 83. En dat is bijna nog niet normaal. Dus. Goed zo.
kan nog een klein beetje adrenaline toevoegen. En als je zit dan geef aan de OC? Had jij een zaken aan Ja. Dus als je 0,1,3 mg toevoegt, dan had je van 43. Ik zou in dit geval gewoon letterlijk 0,1 doen, want ik zit zo dicht bij de hartslag die eigenlijk normaal is. Ja, ik was even... 31,42 en een aanvraag voor haar contact geeft die bericht. Zit dat voor jou persoon niet? Ik zal vragen aan Amber wat jullie aan de hand is met persoon. En Amber, wat is er aan de hand met persoon? 31,42, zorgt u in het vervolg dat u uw verhaal al klaar heeft alvorens u de spraakaanvraag doet, want ik heb het heel druk. Maar collega, wat is nou met meneer? Een hartstoornis toch? Ja, de meneer heeft een hartinfarct. Ik ga nu eens de wagens bekijken. Meneer is terug bijna stabiel. Wat je in je beeld zag, heb je gevonden, Senne. Hm? Wat je in je beeld ziet, heb je gevonden. Beeld zien? Klassiek in mijn beeld. Wat was meneer een hartinfarct? Hartinfarct. Ja, ik kan het helemaal niet uitspreken. Hartinfarct. Eet je wat? Oké, okay, voor jou is dit een persoon van hartinfarct. En anders zijn we bezig om te kijken van de waarde zo. Ja, snel af. En ik heb ook zijn identiteitskaart gevonden. Wacht. Hallo, meneer de agent. Koekoek. Ja? Ja, ik heb zijn identiteitskaart gevonden. Ja? Ja. Het gaat over Jack Bakker. Is in het jaar 2000 geboren op 16 juni. Even zien. Hij heeft geen medisch verleden. Raar. Ja. Oké. Misschien moet je even doorgeven. Wat maar het zijn op dit moment allemaal stabiel. Oké, de waren zijn allemaal stabiel. Dus ze moeten de persoon nu snel transporteren. Dus... Hey, 31,42 en een aanvraagvraag van 853. Wacht, wat? Van de aanspraakvraag. Wat aanspraak? Van de ID, geef die snel. 31,42, wat? Oké, OC voor jou. ID-kaart is van de ambu. Gaat om Jack Bakker. Is geboren in het jaar 2016 juni. Kun je die opzoeken? Want je hebt geen mails. Die BKK ben ik vergeten. Nee hoor, die telefoon pak je gewoon op het moment dat je je dienst begint. Dus dat is onzin. Dus je mag hem gewoon opzoeken in / mails. Of nou ja, niet / mails, want ik weet niet of jij daarin staat, maar gebruik even / e-phone. Yep. Hoe heet dat ook alweer? Dat is een schip. ...3431, kom eens uit voor de MKA. Moet groepen zijn, hè? Geef rust. Ja, heeft u voor mij een korte... maar krachtige medische ziekte heb? Meneer is stabiel. Ik heb hem ongeveer in totaal 3,7 milligram adrenaline bij toegevoegd. Ik ga meneer nu proberen te transporteren. Ja, dat is. Dus persoon stabiel wordt getransporteerd. Ja. Zullen we met VTB zeggen? Emma, kan je me eerst even helpen met hem op deze... Ja, hoe heet dat? Kijk. Persoon stabiel wordt getransporteerd. Oké. Kan je heel eventjes helpen? De MKA die logt alles. Dus als ik jou spreek en jij vertelt me iets, dan zet ik dat ook weer in de mail. Yes. Dus kan je me even helpen met hem op te tillen? Op hem op de schip. Hoe heet dat? De schip. Jack, hoe heet ook alweer? De schip. Drankkaart. Nee, eerst die schip. Ja, de schip ik bij elkaar. Ja,
Ja? Positief voor een VTB? Ja, ik zal me zo snel mogelijk naar spoed doen. Ja. Dus een VTB, maar kan je me eerst helpen met meneer op de schip? Ik heb ook een spraakaanvraag gedaan. Kan je me eerst even helpen? 31-42, en dan vraag straks, geef de brief. Oké, okay, als je even van jou nog even zitten hebt, dan gaan ze natuurlijk VTB naar het ziekenhuis. Dus dan weet je wat er vast over. Ja, dat is waar. We gaan feiten B naar het ziekenhuis met precies één politiemotor en precies één ambu. Ja, positief. Ja, dat is vernomen. Dan gaan wij dat even in het systeem doorgeven. Vernomen. Oké. Kan je nu even komen? Wat vind ik? Hallo. Koekoek. Wat is er? Je moet me even helpen met meneer op de schipbrug uit te leggen. Oh, is goed. Ik ga. Oké, zullen we op 3 optillen? Ja. 1, 2, 3. Ho! Oh, amai, hoe staat die brancard hier? Moeten we hem nu even pakken? Of heb je hem? Ja, je hebt. Ja, ik had hem. Ik heb hem iets verplaatst. Ik kan niet gaan liggen, sorry. Ik kan niet gaan liggen, bij mij staat een haal speler van Branca. Oh, Empire Space. Ja, top. Zo. Oh, ja, maakt niet uit, ik ga wel achterin gaan liggen. Ja, dat, je kan je er toch niet in zitten. Waarom staat voor beide eenheden, vergeet niet te statussen. Met name politie bij een VTB, altijd goed communiceren met de meldkamer. Moet ik hier bij het transport zetten waar je staat? Positief. Moet ik geen spraakaanvraag doen? Waarom zou je? Jij hebt toch net Citrap gegeven? Met... Ja, precies. Ja, of het de vraag of het met A1 of A2 is. Maar ik denk A1. Ja, als iemand een hartinfarct heeft, wat ik je vorige keer ook vertelde, bij een hart stilstand is het bijna altijd A1. Ja, dat vraag ik me ook wel. 34, 31 en de 31-42, hoe zitten deze samen? Fictief en incidentenkanaal, u heeft open radiocommunicatie met elkaar, of? Oké, Amber, we gaan. Ik wil dat jij je staat onder de 80 houdt, want dan kunnen we veilig VTB meegeven. Ja, en ik 31-42, hartstikke leuk dat jij dat wil, maar de ambulance is in dit geval leidend dat de ambulance weet hoe het met de patiënt gaat. Dus de ambulance die geeft aan de politie door wat de politie moet doen. En ik wil eigenlijk heel graag dat u niet naar de post krijgt, maar naar het gerold ziekenhuis. Ik dacht, ik doe maar even open radiocontact tussen jullie, want dat werkt misschien even beter. Ja, dat werkt beter. Ik ga van tevoren het kruis op afzetten, hoor. Plus deze ambulance die trekt de keihard graag op. En die motor van die agent die trekt keihard snel op. En mijn game lijkt. Dikke luchthoren. Ja, daarom speel ik hem meer. Omdat ik hou van die luchthoren. Besef, Erik heb ook Nederlandse sirenes. Hè? Dus hij hoort het ook wanneer jij zoiets naar de lucht te horen. Altijd wanneer ik met de krachter. Oh, daarom ben ik altijd de krachter. Ja, altijd... ik ook. Die wordt altijd dikste gelaat. Oh, maar hier. Oh, verkeerd. Je moet je altijd op zo van die drukke kruispunten doen. Pardon, excuseer. Ja.
Mag ik nog uitstappen? Nee, mag niet. Ah, eindelijk. Oh, wacht, ik ben de deur vergeten op te doen. Kijk. Deze flash erdoor. Perfect. Net of niet? Check. Dat doe ik niet. Dat is gewoon een glitch. Als je je deur open doet, dan gaat hij ook weer dicht soms. Daar kan ik niks aan doen. Maar jij erin zit zeker. Nee, dat weet ik oprecht niet. Misschien. Ik wil wel uitgaan. Ja, zie. Omdat jij erin zit. Zie. Kijk, hè. Wat ik daar nu doe. Jongens. Ja. Discord. Maar, even tip. Op het moment dat je ergens naartoe gaat, statussen. Als je ergens aankomt, statussen. Als je begint te vervelen, dan betekent dat waarschijnlijk dat jouw werkzaamheden erop zitten. En wat doe je aan het eind van je werkzaamheden? Heel goed, even een sit-rep. Dus ook nu, jullie zijn aangekomen bij het ziekenhuis. En ik heb de 34-31 nog steeds op status transport staan. Is niet heel erg, maar hou er even rekening mee. Je moet dat echt even bij jullie instampen, dat statussen. Ja, weet je waarom? Omdat anders speel ik op je mag geen Discord daarvoor zijn, hè? Kijk, normaal ben ik het gewoon om op twee beeldschermen te spelen, maar nu heb ik er maar één. Dus nu is dat moeilijk. Ja, wat je zou kunnen proberen is Shift-Tab. Dan krijg je dat Steam-scherm en dan kun je webbrowser gebruiken. Nee, Shift-Tab? Shift-Tab, dat doe ik ook soms. Maar ik doe Alt-Tab en dan ga ik gelijk naar de GMS. Ja, dat doe ik ook altijd. En dan ik heb 3 schermen. En dan ga ik ook nog een beetje door vanzelf. Dan stop ik eigenlijk ook niet. Hé jongens, hoe ging je eerste melding met VMS? Moeilijk. Ik vond hem moeilijk, maar een beetje. Nou, dat is wel eerlijk. Maar dat is ook gewoon nog dat even. Dat is even. Ja, dat wil ik niet zeggen dat het even wanneer is. Ja. Oké, okay, nou ja. Dan gaan we zo van nog een leuke melding doen. Hey. Een lekker brandje bij de haven. En een brandje bij de haven? Ja, dat had ik in mijn kop daar straks. Ik was aan het denken. Daarom oh ja, dat is wat je mij in PM had gestuurd, of niet? Ja. Daarom vroeg ik ook, waar is de dichtste brandweerkazerne bij de haven? Degene waar ik nu zit is het dichtstbij. Plezierhaven, denk ik. Nee, Plezierhaven. 31-42, geef ze bericht. Steek voor jou. Ik ga opzoeken naar auto. Verkeerspitio. Ja, ik ga vernomen. Het even inmelden. Nog even een heel klein mierenneukerig dingetje. Jij zegt OC voor jou. Alleen het OC is altijd U voor jou. Dus ze zegt OC voor u. Wij gaan nu terug naar de post over. Niet voor jou, het klinkt zo raar. De BML-kamer zegt dan: hey, OC, hey, voor jou even, hè? Hey, even voor jou. Niet voor de rest, dan alleen voor jou. Maar oké. Dat kan je tegen de mensen zeggen: even voor jou. Niet tegen de meldkamer. Die persoon die, jou, die met jou zit te praten, die ken je niet eens. Hey, Erik, even voor jou. Hier, even voor jou. Ja, ik rij met je mee, hè. Kom, gaan we naar de post, hupsakee. Dan zet ik die ambu gewoon daar. Oh, shit, rood. Hé, hey, jongens, gisteren, hè. Die jullie allebei staf zijn geworden. Ja. Vertel, want ik ben ook wel even benieuwd naar het verhaal achter de roleplayers. Dus om te beginnen bij Senna. En die spraakcontact is dat heel belangrijk, want ze zijn er niet echt met de scenario bezig. Dus ik snap niet helemaal waarom je een spraakcontact doet, 31-42. Wat? Dat mag wel, daar niet van, maar ze zijn niet met de scenario bezig. Dus wat heb je te vertellen aan de meldkamer? Zeker doen? Jij hebt een spraakcontact ingediend.
Nee, dat heb ik niet gedaan net. Of dat is gewoon toen ik me uitlog dat hij ineens... Twee minuten geleden. Om 16 minuten over 11. Dat heb ik... Dat was dan denk ik 10 hiervoor. Dat is niet heel erg. Nee, maar ik hoor zeg maar Tulum. En dan zie ik staan straatcontact 3142. En ik hoor ineens Tulum. Jack, kan ik ook een ander roepnummer voor mijn auto invullen? Want ik weet minstens door mijn ervaring op andere servers. Ja, grote vriend, met alle respect, maar ik ben op dit moment zit ik in het meldkamersysteem. Ik heb het systeem dat jullie nu gebruiken zelf echt een halve minuut gebruikt. Dus ik zou het eerlijk gezegd even niet weten. Dat ik ineens nog 503 invul of zo, want dat ken ik wel bij de Audi's, dat het dat voor roepnummer is. Check. Kijk maar even. Ja? Heb ik toestemming om door wat te raden? Ja, positief. Hoe wij dat in vaktaal zeggen, geen OGS, wel vrijstellingen. Ja. Dus eigenlijk gewoon prio 2. Ja, klopt. Alleen bij de ambu heb je A1 en A2. A2 hou je aan alle regels en A1 hou je aan geen enkele regel. En daar zit niks tussen. Dus wat je dan altijd nog gaat doen is inderdaad gewoon vragen van joh, mag ik eruit maken van mijn vrijstellingen? Moet ik eerst het toerlijn ophalen of mag ik deze gewoon even bij de brandweerpost zetten? De 0503 met een spraakaanvraag heeft belicht. Status 1 op de Audi over. Dat is zo'n moment met status 1 als 10 verkeerd. En ik neem aan, is het wel SIF? Positief. Ja, dat is vernomen. Check, wat betekent SIF? Voor 1 seconde nog. De 0503, zou je roepnummer in Discord willen aanpassen? Positief. Wat zou je zeggen? Wat betekent de SIF? Erik? Ja? Wat betekent SIF? Wat betekent SIF? Nou, interventievoertuig. Oh ja. Dat is eigenlijk net zoals... Ja. We hebben daar als SRT. Hup, weg. Zo, mijn kamer staat blauw inmiddels. Zo, over de ambu. Nee, dat ik het jointje moet helpen met. Stap 1. Oh ja, je bent aan het streamen, hè? Sorry. Stap 1. Sorry, ik ben met 6000 dingen tegelijk bezig, jongen. Waar ben je? Oh, je zit er al in. Goeie keuze, ik vind dit een heel fijn voertuig zelf. Goeza. Dat moet je doen als je... Ja, ik ga het nu niet nou eens zeggen wat je aan het doen bent. Want niet iedereen moet jouw privéleven weten. Nou, ik maak er geen geheim van hoor, dus... het is niet zo dat ik het dat ik tegen iedereen die ik zie dat ik het zeg. Maar het is ook niet zo dat als iemand aan me vraagt wie je het zegt, van eerlijk ja. Dus wat ben je allemaal aan het doen op je stream, jongen? Het lijkt me verstandig als ik ga uitstappen, want weet je waarom? Met alle respect, maar jij hebt Belgisch internet en dat is oprecht heel slecht. Ik noem het Belgisch internet al, eigenlijk is dat ooit begonnen als grapje, maar het is echt met Belgisch internet, want oprecht. Axel, die werd altijd gekikt omdat hij een veel te hoge ping had, daarom staat pingkick nu uit. Maar ik durf te wedden, als ik pingkick nu aanzet, dat jij gekikt gaat worden. Kan ik mijn ping zien? Ik ga heel even kijken. Als het goed is, kan je dat slash ping hebben? Nee, ik heb geen slash ping. Oh. Nee, maar in ieder geval, je hebt waarschijnlijk instabiel internet of niet heel snel internet. Dus je moet er even uitstappen, bro, want anders ga je alleen maar meer lag krijgen. Je gaat waarschijnlijk nu minder lijk krijgen omdat ik uit je voertuig ben. Je hebt toch nog echt gelijk? Nee, ik heb nog internet. Hey, jongens.
Nederlandse internet geven, Belgisch internet lijken. Kom je daar nou bij? Omdat altijd als je mijn auto ziet dat ik kei veel lijk heb. En als ik alleen rij, ho, zie ik het drift, ho, dan heb ik kei veel lijk. En als ik mij aan jou rij, heb ik lijk. En nu heb ik... Want als jij bij mij in de auto zat, dan zag ik niet eens hoe snel ik reed. Dan stond er gewoon nul. Ik ga ondertussen in Mediakanaal onze allereerste officiële melding. Eerste officiële melding met ons nieuwe systeem. Oh nee, deze man heeft screens genomen. Meen je? Meen je dat? Hey, ik zit even te denken. Want waar ik eigenlijk best zin in heb, is om jullie kennis te gaan vergroten. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel leuk vinden. Niet allemaal tegelijk, niet zo enthousiast. Checker stream wel. Ewa Zenja, ben je mee te kijken als het ziet er al aan. Zenja, jongen. Ja, hij is lekker. Wil je even trekje? Zenja is sick. Zenja, aangezien je toch de stream aan het kijken bent, dan kom je er niet gezellig bij zitten. Zenja is ziek. Dat is gewoon die vraag aan het doen. Huh? Zenja is zieke tijger. Ja, Zenja is echt een tijger. Heeft die guy me trouwens al een rol gegeven in zijn Discord? Die had ik wel aangetraakt via IP. Ja, is leuk, maar... Nou ja, ik snap over de OG's, dat is belangrijk. Thanks, gaf voor de rol. Oh ja, je was aan het streamen. Even voor jou, yo, dame. Zenja, jongen. Hij is aan het team voor die tijger. Fire. Even niet letten op wat ik doe op mijn stream. Hey. Hey. Ik ga je stream met pot aanzetten, hoor. Het niet op de thumbnail. Gestuk. Oh, mijn derde scherm wordt ineens. Hey, kom zo. Ewa Zenja. Boys, join F. Zenja ligt lekker in zijn bedje de streamer checken. spread, hou me niet. Ik kan niet komen, ligt lekker in mijn bedje de streamer aan checken. Hai, blijf lekker liggen bro. Geniet van de stream. Ik zie Pascal in de chat. Welkom bij de stream, Pascal. Genius, jong. Wat is dit nou weer? Boys, vergeet niet even de stream te liken. Ik zie Zenja en Pascal zijn aan het kijken. En ik zie maar één like. Dus dat gaat iets niet helemaal goed. Dat was ik. Ik ga zo niet blijven. Oh, jij hebt jezelf geliked. Nou, dan alle twee even liken, boys. Ja, ik zie twee likes.
We gaan naar de 3, kom op. Er zijn 3 mensen aan het kijken, dus ik wil 3 likes zien. Oh, je bent ook echt gewoon al 1,5 uur live. Ja. Ik zie staan 92 minuten geleden begonnen met streamen. Nou, ik had zelf nog niet geliked. Nu wel. Ja, we hebben de 3 likes. Oh joh, we hebben ineens 6 likes. Lekker bezig, boys. Ik heb Rocky niet gegeven, jongen. Goed bezig, jongens. Ik ben uit het dubbel. Container brand Havenplein. Ja, dat is leuk, maar zou jij je dan even willen inmelden als burger? Oh ja, wacht. Ik zal het doen. Want dan ga ik die melding even in het GMS zetten. Ik wil ook nog niet dat er eenheden gaan rijden op meldingen die in de chat komen. Je gaat alleen rijden op meldingen die in het GMS komen. Zo. Ik ben naar de hele GMS aansmelden. Notfound, terug. Burger, dat is dit. Roepnummer. Niks. Sinds wanneer moet je een roepnummer als burger invoeren? Dat is altijd zo, want je bent of burger 1, of burger 2, of burger 3. Dus pak nu maar gewoon burger 1, want er is maar 1 burger. Ja, ik heb zo met de server in. Ja, die ga ik uitstellen. Jo. Oh, wacht. Oh, verkeerde knop, sorry. Geen probleem. Start van je. Twee. Vijf. Cool. Ow. Restarts eruit gehaald, jongens. Ja. Ja, hey, Pascal, fijne avond en succes met Fortnite, bro. Ik ben nog steeds politie of brandweer, weet ik voor wat u had. Of is het nu burger? Kijk, Senne is nu burger en die gaat een melding maken met betrekking tot brandweer. Oké. Okay. Dus ga jij maar even als tankautospuit inmelden, alsjeblieft. Ja, ik was ook al vrijwilliger, dus ik ga even staan naar de post. Check. Ja. Ik heb nog steeds mijn brandweeruniform aan. Hoe doe ik dat aan? Ja. Hoe doe ik mijn brandweeruniform aan? Uit. Dan moet je even... Slash skin, ja. Ik weet niet of jij in-game de perms daarvoor hebt voor slash skin. Gelukt, thank you. You. Ik ben heel even snel naar de wc, boys. Ik ben zo terug. Ja, ik hetzelfde. Hey, Pascal. Jammer dat ik even naar de wc moet. Ik ben zo terug, bro. Oh nee, een vriend van mij is beginnen kijken. Ik ga even naar de wc, ik ben zo terug.
ik een Fortnite aan het doen. Ja, dat heb ik gezien in de chat. Ja. Gewoon even just chatting. Ja, dus ja. Niet opletten. Dus kijk, Zenja is subscribed. Zenja. Wie nog allemaal?
background icons. Kijk, zijn er, dit zijn dus alle icons die ik heb gegeven. Background spot bar. Back team. Heb je nog zo? Heb je helemaal nog? Even zo. Wil die? Beter. Alert box. Ja. Ja. Oké. Zo. Het gaat eventjes. Oeh, shit. Deze brand is heel snel. Deze brand brengt wel heel snel uit. Ik heb het gebruikt. Ik heb gebruikt en check waar dat blijft. Hey, Pascal. Yo. Hey, Pascal. Hey, Pascal, ik ben je. We zetten een streepje en met deze met je arm bij de politie. Oh, dat moest ik niet heel laat aan voorlezen. Sorry, politie. Wacht, wat doe je dat? Wat wil je net tegen doen, meisje? Politie, nou, klaar bent. Boys. Hé, kijk het eens. Winnen jullie bij de ambulance? Join zeker de Discord. En dan moet je de support Discord joinen. En dan moet je een sollicitatieticket aanmaken. Ingewikkeld is. Join gewoon de Discord, dan de support Discord. En maak een ticketje aan voor ambulance sollicitatie, want we zoeken nog dringend ambulance medewerkers. En wil je nu met mij dan een samen dingetje doen? Moet je sowieso ambulance worden. Jongen, die brand hier op de haven, die spreidt snel uit. Kan ik het door? Ik denk dat Jack nog even gaat duren. Pascal? Jo. Wanneer komt je... Hey, kutkatten? Ja, dat is ze. Wanneer komt je haar de schijf aan? Weet ik niet. Je krijgt daar nergens een melding vanaf, hè? Ja? Ik krijg nergens een melding van wanneer je die aankrijgt, van. Ik versta er niks van. Dat je nergens een melding, dat je niets van bevestiging hebt gekregen van wanneer je die aankrijgt. Ja, maar. Mijn ma heeft hem besteld. Mijn ma heeft hem besteld. Wie? Wacht over. Ja, meneer Fortnite. Oh shit. Bulletproof. Was ik weer? Oh, je bent er niet. Sorry, heb jij de stream gepauzeerd? Heb jij de stream gepauzeerd? Ja, ik wil even iets aan doen. Ik ook. Ik steek mijn jonkel aan. Je
weet nog dat het geluid van chatting aan zat, hè? Ja, en daar ga ik niet van uit. Want ik had het geluid van die stream even uitgezet, omdat ik anders mezelf verder op dubbel hoor. Ja. Maar als ik een backzoom screen zie, dan ga ik ervan uit dat er gewoon een muziekje onder staat. Ja, nee, dat gaat niet als jullie zitten praten. Dat kan ik jullie niet horen. Maar dan moet je zorgen dat het muziekje geïntegreerd zit zonder je audio. Je moet je desktop audio uitzetten. Oh ja, dat kan ik ook doen. En dan ga ik zelfs even fixen. Laat me eerst heel eventjes mijn... Ik ben eens aan het zoeken. Want als het goed is, kan je in OBS ook gewoon een audio file toevoegen. Dus als jij gewoon iets van No Copyright Sounds download, een filmpje van een uur, en je zet die er gewoon in, dan speelt hij gewoon alleen het muziekje af. Zonder dat hij al je geluid pakt. Ja, wacht, ik ga het zo doen. Ik heb iemand zo door het vaker vragen. Ja, ik was natuurlijk even weg, dus ik heb een 112 en een spraakcontact openstaan. Moeten die nog behandeld worden? Een spraakcontact. Laat ik beginnen bij de 112 van de burger. Moet die nog behandeld worden? Nee, nu niet. Sowieso. Nee, oké. Okay. Ik zal sowieso een nieuwe doen, wanneer dat moet. En moet de spraakcontact nog beantwoord positief worden van de 3431? Positief. Oké. Okay. 3431, kom eens uit voor het AC. Goedemiddag, ik naam mijn status in. Ja, dat is van nou, u meldt zich status 1 op de... TS. Op de TS, dat is vernomen en dan wens ik u een hele fijne dienst. Op de TS. Hoe is je op de... Onderdank, zeg je. Op de TS, jongens. Ik kan gewoon op de TS zitten. Oh, dat is te ver. Ja. Zo, perfect. ...1734-31 met een aanvraag spraak, geeft u bericht over. Voor u, ik moet gaan uit stap over. Dat is vernomen, u meldt een einde dienst. Positief. Ja, dat is vernomen en meestal voor de rest nog een hele fijne avond ook. Ja, hetzelfde. Ja, laat die wel in dan maar. Doe die morgen wel. Is goed hoor. Nou, Senne, wij kunnen sowieso nog even met z'n tweeën oefenen. Je weet hoe goed dat de laatste keer ging. Je weet hoeveel je daarvan geleerd hebt. Ja, ik heb er veel van geleerd. Ik ga wel even die brand van de haven dan wel even stoppen. Ja, dat is prima. Pascal. Ja. As op mijn broek. Klinkt dat als een bekend probleem? Wat zei je? As op mijn broek. Dat is niet heel slim. Nee, maar ja. Soms valt het even. Jack. Jack. Ja? Kijk wat ik heb gefixt in die tussentijd dat ik even op BRB stond. Wacht. Wacht even niet. Je bedoelt die outfit of?
Nee, wacht. Dit. Mijn hesje. Oeh, nice. Hé, mijn jongens, even één ding. Ja, ik zeg jongens, maar ik bedoel, het geldt ook wel voor Pascal, maar ik bedoelde eigenlijk Senne en Erik. De enige reden dat jullie op dit moment die staffunctie hebben, is omdat jullie dat zelf hebben verdiend, hè? Mhm, dat weet ik. Dus wees daar trots op. Wees trots op dat hesje. Ik ga even die burger 1 terug weghalen bij mijn naam. Ja. Zo, profiel. Wees die gingen afslaan. Ik kan ook gewoon Goeseburg RP op het internet opzoeken. En de bovenste link is de invite voor de Discord. Ik kan ook gewoon. Oh, sorry. Ik ga even mijn vriendin bellen, 1 seconde. Ja, doe dat. Via Snapchat dan ook nog eens. Hey, doe je. Hey, ik heb jou even een linkje gestuurd. Moet je even op klikken, want dan kan je lid worden van Spotify Premium Family. Alweer? Ja, jij wil je Spotify toch terug? Ja, dat is toch. Alleen één ding, als je je adres vraagt, moet je mijn adres invoeren. Want het systeem moet wel denken dat we een gezin zijn, dus dat we op hetzelfde adres wonen. Wat is dat voor kerstkaart, Fatje? Wat? Wat is dat voor een kerstkaart? Dat is de kerstkaart die ik van mama heb gehad. Mama heeft dat via een of andere website besteld. En dat is bij mij binnengekomen. Oh, wat leuk! Die ben je natuurlijk wel kwijt, dat is morgen langs kwijt bij, hè? Ja, het enige wat jij kwijt bent, is ja, niks. Ja, het enige wat ik kwijt ben, is jouw uitgelezen bent, dat is mijn pinpas. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Wat kan wel je er niet mee? Ik vond het heel erg leuk. Altijd pinpas kwijt. Hey, maar schat, ik hoor hier de vraag wanneer je de Discord gaat joinen. Sorry. Pascal vraagt dat. Inderdaad, zeg maar Pascal. Nooit. Zeg maar, het is verplicht. Pascal zegt dat het verplicht is. Niks is verplicht, we wonen bij het Schilderplein. Goed zo. Is goed. Wel het huis gaan we erbij zitten. Weet je wat er, we hebben een technisch probleem. Ja klopt, dat stond er bij mij ook. Maar dan moet je gewoon even het laatste cijfer weghalen en opnieuw de 7 even toevoegen en dan doet hij het weer. Ja, dus. Dacht ik al. En als het goed is, kan je weer lid worden van die premium gezeik. De adressen komen niet overeen. Hoezo? Omdat ik op mijn accountje. Nee, maar dat hoort gewoon te kunnen, want het hele idee ervan is dat jij met jouw account mijn premium abonnement kan gebruiken. Ik op de vorm laten staan. Ik ben zo terug. Mm-hmm. Hij doet het niet hoor. Ja, zeg, hij is weg. Ja, maar dat zei ik toch net tegen je. Gewoon mijn adres, Google, van 432. Oh ja. Het moet geen straatnaam zijn, het moet een adres zijn, hè? Nou, dat is wel, die komt.
zei het toch? Hoe moet je dat vergeten? Nou, simpel. Ik heb er gewoon opgelost met die gasten. Tenminste, ik heb gewoon... Pascal, leef je nog? Ja, ik ben aan het focussen. Kan ik geloven. En dan ga je winnen. Tuurlijk. Zo, nou, er is er iemand, hij heeft iemands muziek, dus er is er iemand blij. En ik heb ook weer lekker muziek. Hm? Ik heb ook weer lekker muziek. Even aan het proberen. Mijn Spotify Premium zit er laag te doen. En die wist stond wat aan mijn heren, ouwe. Ik werd fucking de boos. Eindelijk hebben we het. Jack, leef je nog? Helaas wel. Hey. Überhaupt ergens in game motorhuisjes, motorhuisjes. Hm?
motorclubhuisjes in game? Nou, dat weet ik niet. Pascal. Weet ik ook niet. Ja, normaal zou ik mijn overheidscoördinator daarvoor even aanvliegen. Dus die gaan we dan maar even bellen. Of sorry, onderwereldcoördinator. Wordt die gewoon geskipt? Oké, dan ga ik zelf wel weer verder zoeken. Ik heb niet veel aan jullie, hè? De een zit alleen maar voor Fortnite te spelen. De ander staat een beetje tegen een paal aan te kijken. Dan gaan we motorclubhesjes in game chat hoor, want dat horen wij van het hele principe. Maar dat is Streamlabs OBS, hè? Dat weet je toch? Hè? Ja, ik weet niet hoe dat dan moet, man. Ik weet niet, man. Het is voor mij ook alweer een hele tijd geleden dat ik het laatst gestreamd heb. Widget. Ja, boys, ik denk dat ik en Jack nu niks meer alleen gaan doen, dus ja. Wat baseer je dat op? Wat baseer je dat op? Ja, wat kunnen we nog doen met z'n tweeën? Waarbij jij degene die niet in de straat staat, hè? Ja, ik ben nog wat nuttigs aan het doen. Of er een in-game zetten, dan ga ik mijn muziek een beetje stil zetten. Zo, dat is wel leuker met muziek op de achtergrond. Non-copyrighted. Dat is natuurlijk altijd handig. Ja, anders kijk ik altijd recht clean. Maar voor, ik ben op nog geen enkele stream geband wel op Duitsrecht clean. Wacht, ik pak even YouTube erbij. Oesh. Nee, hoe ga ik je? Kijk, deze moet ik hebben. Bingo, ik heb hem gevonden. Maar heb ik mijn stafhesje? Ah ja, mijn stafhesje heb ik toch altijd. Dus als ik nu dit doe, wat ik ook altijd aanraad, is slaan gewoon op via /skin. Dan heb je altijd standaard die kleding aan. En op het moment dat je in game komt en je gaat niet als staf iets doen, trek je hem gewoon uit met giet je eimenu. En mocht je hem nodig hebben, kan je heel snel makkelijk weer aantrekken. Zo. Zo doe ik het ook altijd. Hey, ik ben onzichtbaar. Bij jou ook? Weet ik niet. Nee, ik zie jou gewoon. Je bent een default vrouw. Godverdomme. Van je scherm.
Wacht. Zo. Dit is beter. Dit uit. Ja, dat is veel beter inderdaad. En weet je nog van wat dit is? Dit uniform. Nee, man. Dit is van een loopjongen van iets, je weet wel wat. Oh, los het as. Goed zo. Opa. Nee, we gaan dat niet zo doen. Nee, we gaan dat niet zo doen. Wacht, is dat jouw eigen stem? Ja, natuurlijk. Maf, Kees. Ik dacht dat je voice changer gebruikte. Ik heb wel voice changer, maar dit is er geen nergens, nee hoor. Godverdomme, joh. Opa is me overgenomen. Jack is weg. Ik weet ook niet of je nog in de lucht komt. Wacht, ik moet denk ik even het juiste stukje in je hersenen slaan. Perfect. Hallo? Oh! Amai, die reactie kwam al had. Nog eens. Ja, opa voelt niks niet meer. En je hoort iemand op de achtergrond typen. Typen, typen, wat is nou? Ja. Auw. Zie, ja, check eens terug. Yo. Yo. Ja, die ouwe die had me zomaar bij mijn sleutel verpakt en in de kelder gesmeten en de deur dicht gedaan. Maar je hebt toch de sleutel van alles stuk in je huis? Ja, maar ik heb toch niet 24 uur per dag alle sleutels in mijn zak zitten? Ik ga ervan uit dat als ik s'avonds lekker zit te gamen, dat mijn sleutels gewoon op tafel kunnen liggen. Wat is de brandweerpost eigenlijk nu weer? Waar zijn we eigenlijk? Ik was net gewoon naar jou getipeerd, omdat ik dacht, een check die zal wel ergens leuk zijn. Nee, ik sta er gewoon in het midden van de straat. Ja, toch. Oh, sorry. Nee, maar ja, dat is echt mijn eigen stem, man. Ik heb ook nog wel eens andere typetjes gedaan. Ik weet niet of jij Gay meneer kent. Mm-hmm. En dat hij speelde op die server. Met Morog. Met welke server? 5M server? Met Mahmoud. Mhm. Nou, ik heb ook wel eens gehad. Ik heb het typetje Mahmoud. Heb ik ook wel nagemaakt, zeg maar. Dus die heb ik ook nagedaan een tijdje. Ik weet niet of ik het überhaupt nog kan. Ik ga het ook niet proberen, maar. You know. Oesh. Ik wel juist. Oh, oké. Inderdaad. Check. Ja. Ik heb een idee. Hm? We gaan de brandweer wel eens laten zien. Dat is goed. Ja, we gaan de brandweer wel eens laten zien.
deze oranje is best wel mooi. Vind je niet? Zeker. Stop in. Ik ben even bezig, bro. Eén spontje. Zo die aan de zijkant, hè? Maar kan je al, heb je zelf al eens auto's gemaakt? Nee. Maar wel een skin. Weet je waar ik naartoe ga? Nee, dat weet ik niet. Ik ga naar het vliegveld, jongen. Het vliegveld? Ja. Lekker, bro. Dan ga ik daar is deze vrachtwagen op de post zitten. En dan ga ik ook eens in de crash. Is dus een toertje wanneer de melding op het vliegveld is voor de crash tender. Als er een vliegtuig een landing maakt. Iets brandt. Iets nieuw. Zo, heb ik hier links. Wil nog opladen. Waarom? Waarom teleporteren dan nog? Deze is ook nog nice. Kijk die amber. Knippen lichten. Zeker. In totaal hebben we dus sowieso honderden. Politie. Hoorde je dat? Wat hoorde ik? Ik hoorde iets van een nieuwe sub. Ik weet niet wat ik hoorde. Wat was dat dan? Hey, Senna. What the fuck? Ik wil weten wat dat was.
Weet ik niet, dat is een nieuwe follow of zo, pas zien. Jack. Ja. Jack. Ja. Jack. Wat is er nou? Jack. Ik heb het gewoon. Voice. Ja, wat is er? Kijk. Deze man. Is dit ja? Ik word alleen het gelaat. Ik word zo niet goed, jongen. Ik vraag me af hoe dat... Sorry bro, ik was me aan het vervelen. Kijk, ik ga die foto zijn nog eens laten zien. Pascal! Wat een schande. Jij bent niet geabonneerd op mijn kanaal. Oké. Schande. Deze man, ik dacht dat ik een nieuwe follow had ofzo. Ik was ook nog niet geabonneerd. Hm? Ik was ook nog niet geabonneerd. Sorry. Kom ik ook net pas achter. Maar ik weet gewoon dat het niet kan. Dan kan ik nog steeds af hoe dat gaat. Hoe ga ik... Wacht, ik krijg hier een mail. Ludwig Boekhout. Wie is dat? Wat? Wie is Ludwig Boekhout? Dat is mijn vader, hoezo? En waarom heb je zit je op zijn PayPal account? Oh ja, dat gaat via zijn account. Dus dat komt over enkele dagen met mijn PayPal te staan. Ja, dat. Ja, toch. En dan als ik genoeg heb, dan ga ik nog wel een beetje geld terug doneren. Dan ga ik nog een beetje geld bijleggen. En dan ga ik denk ik nog eens een beetje geld aan de server doneren. Wat nu er nog extra 5 euro kosten bij zijn gekomen van het nieuwe game is. Kan je elke donatie wel gebruiken denk ik. Net zoals ik die elke donatie kan gebruiken van mijn nieuwe laptop. What the fuck is dit? Deze man zit gewoon geld op te doen. Wacht, ben ik proberen met de server. 4,27 euro. Ja, waar die 27 cent vandaan komt, weet ik niet. Dat ik wil gewoon 4 ja, in, weet maar. Weet je waarom? 27% krijg je er gratis bij of zo. Nee, dat is omdat er een dollar staat daarop. Maar 6 euro. Ik zit nog niet meer los, zit als outfit. Ik zat niet in mijn brandweer outfit. Zit ik gewoon niet meer los, zit als outfit in mijn brandweer wagen. Wat zal ik nu doen? 50 of 60? Nee, geintje. Deze slash. Ik. Car. Ik zou graag willen doneren aan de server, maar ik heb 2,21 euro. Hoeveel? 2,21 euro.
Ik stuur je een tikje. Want weer. Ik vertel het niet. Even kijken. De... Ik heb salsa op mijn kamer. Jack, was de crushstand er ook alweer? Brand is 17. Die werd toevallig uit mijn hoofd. Hij is mijn dikke vriend. Nog nooit meer. Ja. Nog nooit meer geleden. Ik vind snel een dikke bak. Heb ze gay. Naast DS. Die is moeilijk te besturen, hè? Wel eventjes mijn brandweer uniform aan doen. Moet je brengen, Jack? Wat zegt hij? Moet ik je brengen? Nee, ik kom zelf wel. Kijk, hè, deze. Jack die doneert. En ik als het krijg... jasje dan, sorry. En ik krijg een mail van Streamlabs. You have just received your first donation. Ja, nu ga je daar helemaal mee volgespend worden door Streamlabs waarschijnlijk. Congratulations. On this big step, you can always update your payment methods. Oh, fuck off. Ik ga niet dat geld spenderen aan Streamlabs OBS premiums. Zot. Als je gewoon al die teams. Als je gewoon al die thema's gewoon online kan vinden. Nee, klopt. Dat kan ik niet doen. Dit thema. Slaat ik inderdaad nergens op. Dit thema wat ik nu heb, hè. Die Be Right Back en zo, hè. Die heb ik gewoon op het internet gezocht. Je moet gewoon het juiste pack downloaden, je sleept het erin en klaar. Wie zijn pickaxe werkt niet? Niet die van mij in ieder geval, want ik heb geen pickaxe. Ik heb alleen een pick. Ik heb ook wel een axe, maar niet die combinatie samen. Ah, ze hebben nog een people. Dit is wat er heel vaak gebeurt. Ik had wel het ene in het ander, dat dan weer wel. Was eigenlijk, hebben we eigenlijk een brandweerbot? Jazeker, slashcard Dinghi. Dinghi. Oh. Die staat echt niet op vasteland. Hebben we daar geen aanhanger voor? Zo'n aanhangwagen voor? Die dat... dat die daar dan... Ja, we moeten... Je moet jezelf nog voor zoeken. Ja, normaal aanhangwagen. GTA. Nee. Waarom zoeken mensen dit op? Wat? Wie is de eigenaar van GTA? Als je dat niet weet, ben je echt dom. Hoezo? Ik zou dat ook niet zo nu uit mijn hoofd kunnen zeggen. Rockstar Games. Ja, maar dat is... Ja, oké, okay, dat is het... Ja, of het internet is het bedrijf. Maar als je echt gaat kijken van... één persoon, wie is de eigenaar? Dan moet je kijken naar wie is de CEO van Rockstar Games. En dat weet ik dan weer niet helemaal. Ja, dat ook niet. Weet je, dus... Bot. Eigenlijk zou ik het direct al voor niet hebben. Hangwagen GTA 5. Iets voor een trekhaak, jongen. Ja, in GTA 5 online heb je zo... Oh ja, die heb je alleen door NPC's.
Ik heb een heel leuk idee voor een verandering van mijn roleplay karakter. Dus een totaal nieuwe RP ingaan. Alleen ik zit te twijfelen of ik het ga delen. Want aan de ene kant is het leuk om het geheim te houden. Aan de andere kant is het ook leuk om het idee niet te vertellen. How to get a girlfriend in GTA 5. What the fuck? Head over to that is echt een and ask for a stripper to a crush. Dat is echt zo'n zo'n video die Zenya gewoon zou kijken. When they like me, they fool the stripper when they ask him to cool. Outside. So go home and wait for her outside the strip. Get in the car and follow the game button. Dank je wel voor je spreekbeurt. Hang out als hij als stop hij maar. Het, hij kon, ja, we snappen het. Ja, nee, duidelijk. Ik snap. Laat je nou toch eens nakijken, man. Ik heb. Ik ga door, joh. Wat? Ga door dan. Dishless car. Fine wood. Oh, net zo, net. Dishless car, fine. Ik heb het al gezien hoor. Nou, geef die jongen een unmute. Pascal, waarom mute je me? Ja, Pascal, waarom mute je? Ik ben niet dom, hè? Moet je wat tegen doen dan? Ik kan er niets tegen doen. Ja, wel hoor. Je zou in theorie een klacht kunnen indienen over Pascal. Bij Sean. Pascal, en hoe heet die? D-I-N-G-H-I. D-I-N-G-H-I. Ja, dat doe ik ook. We moeten echt een aanhangwagen daarvoor fixen. Dat die op zo'n aanhangwagen komt. We moeten echt fixen dat hij zo'n aanhanger voor is. Aanhanger, hoe heet je dat in Nederland? Oh, die heeft echt een blauw lichtje. Ja, en oranje als je daar in drukt. Echt? Nee, ik zit hier aan toe. Waarom heb je dat nu weer nodig op zee? Omdat het net als op het land af en toe handig is om onderscheid te kunnen maken tussen blauw en oranje. Hebben we ook politieboot? Hebben we ook. Dingie 2, Dingie 3. Oh. Jongen, wie is er YouTube aan het kijken? Pascal, even. Politieboot, jongen. Pascalletje. Ik heb echt iets. Zo van, in België hebben we echt zo van die Jukkels politieboten, hè? Ja, maar ja, dat zijn meer dingen van de jullie. Dat is zo'n massieve grote boot. Zodat ik er 5 achter elkaar in de zee zien. Gezien. Er was iemand vermist. Ja, die dingen gebeuren. Is dit een DayZ boot? Die zijn gewonnen. Wee.
dit is een gewone dingetje. 3. Een Hades. Wat zijn daar eigenlijk? Spawn en zo. Zijn straks Polmaf, bijvoorbeeld. Polmaf. Afkorting van Police Maverick. Pascal, is leuk. Ja, Pascal, zit je lekker filmpje te kijken? Oh, maak je. Is het een leuker filmpje dan mijn stream? Nee, dat zou ik zeggen. Oh, oh, shit. Ja, boys. Zijn er de vliegende helikopter? Oei. Hey. Ojo. Ik vlieg gewoon in een helikopter, boys. Ik heb dat nog nooit gedaan, ik lieg niet. Hey. Ik lieg niet. Ik heb nog nooit in een helikopter gevlogen. Nee, ik zie je stream, maar je stream staat op een derde scherm, dus ik weet dat je niet liegt. Binnen deze landing, ik ga ontploffen. Maar ben steeds aan het leven, jongen. Nee, ik zeg, heb je nog iets anders? Wacht, bijvoorbeeld, hoe heet het? De... Trauma heli. Ja. Hebben die? Oh. Ja. Slash car Frogger met dubbel G. Ja, dat weet ik ook wel. Weet ook wel de GTA auto namen. Hey, just saying. Er zijn genoeg mensen die het niet weten. Nee, bijna. Bijna, nee. Oké, okay, dus ik geef één tip. Mij moet je nooit met de trauma heli laten vliegen. Wat zeg je nadat ik je de span aan heb gezet? Ja. Hups, gay. Dat vind ik altijd raar aan die ambu-helis, hè. Daar staat ANWB op. Dat heeft met een samenwerking of zo te maken. In ieder geval, in real life zijn er ook trauma-helis die bij ANWB op staan. Easy. Woehoe. Trauma Heli is op een testvlucht gewoon een vliegveld. Als ik niet wist wat Jack was, dan had ik hem gewoon omver gevlogen met mijn Trauma Heli. Wat gebeurt er als ik nu spring? Jack? Ja? Wat gebeurt er als ik nu op F druk? Dan ja, heb je toch wel een serieus probleem. Deze landing was nog half. Zijn er nog leuke auto's die ik moet weten? Alle auto's zijn leuk. Op mijn eigen manier. Deze motor, de nieuwe. Die staat nog niet in de... Jack. Ja? De nieuwe politiemotor die staat toch nog niet in de... Die staat toch nog niet in de... In de politiespawner. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, dus dat durf ik niet te zeggen. Ik zei dat. Oké, nee, het zou kunnen, ik weet het niet, want ik heb het niet gecontroleerd. Nee, ik weet het ook niet, ik ben geen politieagent. Auw! Maar kijk, ik kan het helemaal los met Netflix, jongen. Erik heeft altijd ultra high, of high, latest, ik bedoel,
enorme legacy aanstaan. Ik heb een low legacy aanstaan, dat mijn stream niet te lang achterloopt. Die van hem, dan vraagt hij iets zo. En dan zegt hij zo, ja Senne, antwoord nu. Maar hij weet niet dat er nog een hele delay tussen zit, hè. Ik die gewoon op het vliegveld, hier zit het eigenlijk aan de politiemotor. Dus wanneer kan ik zo van Mili niet stukken? Ik wist niet eens dat ik Mili kon drukken. Check wat ben jij aan het doen. Hoezo? Je bent zoveel aan het typen. Nee, alleen ik moest even op E drukken en toen weer op Enter. Dus dan doe ik het een beetje snel achter elkaar. Ben je scripts aan het maken? Nee, ik ben even bij de car dealer. Ben je bij de car dealer? Ik ben bij de car dealer. Dat is wat ik zei. Dus ga je auto kopen? Nee. Wat dit? Zag je die trickshot? Dan moet ik clip van hebben. Klippen, nu, klippen. Yo, fixed. Maar joh, ik weet niet hoe ik dat deed, maar ik vond dat wel vet. Ik deed gewoon 360 in de lucht. Nee. Dan kan ik de checkwise opzoeken met heli, hè. Hij is vermist. En de Zulu is opgestegen. Oei! Ben ik een slechte bestuurder van een... Zijn er ook speciale vliegtuigen? Kijk eens in de chat. Ik kom wel naar jou toe, ik ben er bijna. Nee. Oh ja, nee, ik moet eerst even op plek zoeken om te landen. Moet je ze in het echt ook doen. Hier, kom op snel weg. Open plek. Ik ga met de trauma hier die moeten komen. Waar pak ik de Zulu? Ik ben ambulance en ik ga met de Zulu komen van de politie. Ik zie je lopen. Niet onder mijn wieken gaan alsjeblieft. Hou genoeg afstand. Deze landing vind ik eigenlijk nog best wel smooth. Oh. Harde landing, maar ik vond dat ik wel heel smooth vloog. Oh nee, hij heeft een motorclub auto. Bedankt hè. Nee, grapje zot. Hier, pak maar. Ja. Hij heeft meteen gecrashed. Half. Hey. Hoeveel verdien ik wel niet? Ik heb nu al 525.000. Wat een chick is om te vliegen voor mij. Gewoon even met mijn Zulu. Zulu neer. Ja, Zulu neer.
ik heb toeval. Heb ik het? Toevallig heb ik een anders erbij. Jack Davy nog? Ja, ik weet nog. Ik hoor de brandweer al aankomen. Ja, kom ook weer van top. Moet je op je rug liggen? Hm? Ze hebben het al dus van hun armen gehoord en wel. Ik ga aanvallen met mijn brandblusser. Deze man is gewoon in vechten. Oh shit, die zijn gewoon in vechten. Brandweerman versus brandweerman. Beetje keer kleding. Nog iemand? Nog iemand? Hé? Nog iemand? Hé? Pussies. De mijne nu. Kom naar elkaar liever. Waarom heeft hij de VP-sirene als je sneller? Weg met die wagen. Spet de bek. Hoe heb je dat nu weer gedaan? Ze man heeft zo'n lange clip gemaakt. 360 in de lucht. Nee, kom. We gaan een dikke wagen zoeken, hè. Ik ga er vandoor. Rustig. Doei. Kijk eens, jullie mogen kiezen welke auto, geen Tesla. Zeg een merk. Check. Kijk jij nog naar mijn stream? Ja. Hm? Ja. Als je nu durft Tesla te zeggen in mijn chat. Wat? Ja. Ik ga een nieuwe auto kopen. Maar heb je een suggestie? Welk merk? Hm? Boys? Dit was de stream. Ik ben moe. Ik heb morgen examens. Ik ga mijn stream en ik ga nog even in mijn Jack & Call zitten. Als je ook met mij in Jack & Call wil zitten en met Pascal en zo, moet je gewoon de link in de beschrijving joinen. En dan kan je eens met ons in callen. Joe. Nou, zeer gezellig stream.